Met wie sta ik hier eigenlijk? Hoi, ik ben Made. Hi. En ja, ik woon hier zo. Wanneer ga je hier wonen? Ja, ik ga vandaag alles verven en morgen hoop ik eigenlijk al te verhuizen. Dus deze muur wordt wit. En hier ga ik een grafisch ontwerp, design iets op maken. Oh cool, ik weet nog niet precies wat ik ervan ga maken, maar ik wil gewoon iets, een beetje creatief, iets leuks maken. Mm-hmm. Studeer je op de HKU? Ik studeer op het Grafisch Museum in Utrecht en daar doe ik dan grafisch design, grafisch ontwerp. Dus ja, dat is wel een beetje mijn richting die ik doe. Je zit nu in je eerste jaar? Ja. Dus je gaat nu voor het eerst zelf op kamer, dus het eerste kamer waar je in je eentje gaat wonen. Ja, dat is mijn allereerste kamer, ja. Hoe vind je dat? Ja, wel een beetje spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in en vooral heel veel zin in gewoon. Nou, dan zit dus de gemeenschappelijke woonkamer met heel veel keukenblokken erin en zo. En ja, je ziet wel, het is nog wel een beetje leeg, staat als één bankje, maar dat wordt vanzelf wel wat meer. Mm-hmm. 3 koelkasten? Ja, in ieder geval genoeg. Want hoeveel mensen komen hier? In totaal 22 man. Heb je je andere huisgenootjes al ontmoet? Ik heb wel een aantal ontmoet, maar ja, ik woon hier nog niet echt. Dus was het derde, vierde keer dat ik hier ben. Dus ik heb nog niet echt veel mensen ontmoet, maar wel een paar. Dus maar dat komt vanzelf wel. Hoe ben je hier precies bijgekomen? Wij zijn zeg maar de eerste die hier wonen, dus niemand kon echt kiezen van wie komt hier wonen. Maar je kon je inschrijven en als jij dan de eerste was die had ingeschreven, had jij kans op een kamer. En ik was dus snel genoeg om een kamer te krijgen. Jij bent de gelukkige. Ik ben de gelukkige. Kan je ons vertellen waar je eerst woont? Eerst heb ik in Wageningen gewoond met mijn ouders en nu dus voor de eerste keer in een echt grote stad. Mm-hmm. Dus, ja, want Wageningen is best wel een dorpje, denk ik. Ik denk dat de sfeer heel anders voor jou moet zijn. Wageningen is wel echt studentenstad, maar toch anders dan Utrecht. Het is wel echt heel erg anders. Mm-hmm. Het is wel kleiner en zo. En Utrecht is wel echt gewoon wat levendiger of zoiets, ja. Nou, je zegt net dat je Kanaaleiland nog eigenlijk niet zo goed kent, maar wat is op dit moment je beeld van Kanaaleiland? Ja, veel... grote gebouwen, hoogbouw. Het is wel heel erg druk en zo, maar verder ken ik het gewoon nog niet zo goed. En weet je al een beetje je weg hier te vinden in Kanaaleiland? Nee, eigenlijk nog totaal niet. Dus dat moet ik nog helemaal gaan doen, maar ik heb binnenkort neem ik mijn fiets hier mee naartoe en dan ga ik gewoon een dagje fietsen.